Welkom op dag 23 van de Raw Food in Friesland, de 30 dagen uitdaging. Eerst heb ik nog even een stukje fruit, voordat ik dat vergeet. Daar komt ie. Kijk, ik weet niet of het zo duidelijk is. Zo misschien iets beter. Het is een vrij zoet fruit. Ik heb een video gezien hierover. En dan zeggen ze dat het een beetje naar meloen smaakt, maar dan veel zoeter. En er wordt een claim gedaan dat het kanker bestrijdt. Of in ieder geval tegengaat. Nou, daar wil ik het ook even over hebben trouwens. Over medicijnen. Ik heb een medicijn erbij gekregen van de reumatoloog. En ik slaap misschien wel 14 uur per dag. Ik voel me helemaal niet lekker erbij. Ik kan bijna niet eten. Ik eet veel te weinig. Ik ben ook afgevallen. Dus vanaf nu stop ik daarmee. Morgen bel ik even naar het ziekenhuis en dan even melden dat ik ermee stop. Er wordt niks overlegd, er wordt gewoon gestopt in die rotzooi. Gadverdamme, voel je daar raar bij zeg. Maar ik had dus een groene smoothie vanochtend, nou, daar heb ik een hele tijd mee gedaan. En ik heb de rest van de dag niks gegeten. Nou heb ik straks een groentesoepje gemaakt, kijken of ik die naar binnen krijg. Want eigenlijk had ik helemaal geen zin aan eten, maar ik denk ik moet toch wat naar binnen werken. Maar even over dat fruit. Heel veel culturen die eten dat fruit, hè, het is eigenlijk allemaal exotisch fruit. Dat exotisch fruit, dat, als je dat leest, de claims over dat fruit, dan is het echt goed tegen, ik weet niet wat voor ziektes. Dat lees je wel eens vaker, hè? Dan lees ik over een bepaalde vrucht en dan hebben ze het over dus daar goed tegen en daar goed tegen. Hè, om gezond te worden of gezond te blijven als je al gezond bent. Ik had laatst een reactie onder de video en daar werd mij gevraagd of het wel zo goed voor het milieu was om dat fruit van zo ver weg te halen. En onderaan op die reactie stonden, of horen wij hier niet thuis? Boom, daar heb je het in één keer. Wij horen hier niet thuis. Hier in Nederland. Een mens hoort eigenlijk zo dicht mogelijk bij de evenaar te wonen. Nou, ook niet midden in de woestijn natuurlijk, maar net erboven of net eronder. Hè, waar dus heel veel fruit groeit. En ik denk dat als je nagaat dat met vliegtuigen hierheen komt, dat het niet zo heel goed voor het milieu is. Maar ik heb al eens eerder gezegd, als je vlees eet, het is al helemaal niet goed voor het milieu. Als je ziet wat het kost, hè, wat de voetafdruk is om 1 kilo vlees te kunnen eten, dat is gewoon niet meer normaal. Nou, en als je dan bekijkt hoeveel in zo'n vliegtuig gaat, zo'n vrachtvliegtuig, hoeveel fruit daarin gaat. Dus ik denk dat het wel meevalt daar. Hè, als je het vergelijkt met vlees. Het lijkt een beetje raar dat je hier in Nederland geen appels en peren eet alleen. Maar dat je dan dat soort dingen ook eet. Alleen appels en peren, daar zitten ook wel goede stoffen in natuurlijk. Alleen lang niet zoveel dan in dat exotisch fruit. Daar zit veel meer in. Dus dat geeft ook alweer aan. Hè, zo zie ik het. Dat je dat ook gewoon het hele jaar door kunt eten. Want daar groeit het hele jaar door. Ja, niet elk stukje fruit. Hè. De ene stuk fruit groeit in die periode, dan in die periode. En ik merk ook, dat hebben wij ook allebei, dat we een hele periode, dan zeggen ze wel eens, eet je alleen maar druiven tegen GA. Ja, op het moment eet ze heel veel druiven. Maar er is ook een periode geweest dat ze heel veel kersen aat. We hebben ook een periode gehad dat we avocado's aten. Nou, nog wel, alleen af en toe. Niet zo vaak meer. Dus er zit echt wel een beetje balans in. Maar als je daar, zeg maar in Thailand of zo zou wonen. Ik weet niet hoe er nou moet komen, maar er is nou een oproer bezig daar. Maar als je in Thailand zou wonen, dat je een periode van het jaar het ene stuk fruit hebt. En een andere periode van het jaar het andere stuk fruit. Hè, dat het dan rijp is.
wachten tot het rijp is. Nou, ik ben van mening, en heb ik net ook al gezegd, ik ben van mening dat wanneer je al dat fruit eet, dat exotisch fruit, als je daar veel van eet, dat je ja, echt bepaalde ziektes tegen kunt gaan. Er zijn echt heel veel culturen bij die het als medicijn gebruiken. En dat is niet voor niets. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van Rockefeller. Hè? Dat was vroeger een oliemagnaat. Die is op een gegeven moment in de medicijnen gegaan. En ja, heel veel medicijnen kwamen uit de ruwe olie. En waarschijnlijk nog. Dat is toch apart. En toen zijn ze gestart met de farmaceutische industrie. En toen is er, dat heb ik gezien op Corbett Report. Dat is een man die in Japan zit. Waarschijnlijk omdat hij, als hij in Amerika zou zitten, al lang opgepakt zou worden. Met wat hij allemaal zegt. En die had het over dat er wel opvallend vaak mensen van de, zeg maar de Rockefeller clan, of hoe wil je het noemen, hè? Van de Rockefeller, ja, hoe noem je zoiets, de fabriek, wil ik niet zeggen, maar wel, van dat hele gebeuren daar, dat die opvallend vaak naar China zijn gegaan. En daar zijn gaan kijken naar wat doet nou bepaalde vruchten met de gezondheid. En wat zit daar dan in die vruchten, zodat mensen daar beter van worden. En dan ga ik even nadenken. Dan denk ik, 1 en 1 is juist 2. Het kan wel eens zo zijn dat die chemische troep, wat je op ziekenhuis krijgt, dat daar voor een gedeelte zeg maar de stoffen in zitten die in het fruit zitten. Alleen dit is niet de manier. Je kunt beter dat fruit eten. En ja, daar verdient zij natuurlijk te weinig aan. Dus zij halen de stoffen halen ze ergens uit, wat veel lijkt op dat stofje wat in dat fruit zit. Dat denk ik. Ga er maar eens naar op zoek. Kijk maar eens op YouTube. Gorbett Report. Nou, daar moet je wel geduld hebben, want dat zijn hele lange video's. Die man die komt soms ook wel eens een beetje surderig over. Als je het niet interessant vindt, val je haast in slaap. Maar als je het echt interessant vindt, dan blijf je wel wakker. Echt. Dus, dan denk ik, ja, wat zou daar van waar zijn? Hè? Dus ik ga er nog even verder naar zoeken. Ik denk dat er wel een bron van waarheid in zit. Dat, ze zeggen dan dat, hoe heet dat nou weer, van dokter A. Vogel. Hè, dat is dan een natuurlijke geneeswijze. Ik denk dat de farmaceutische industrie het wel probeert na te bootsen. Ze kunnen toch niet zomaar een van de rotzooi bij elkaar pakken en dat maar gaan testen op dieren en dan later op mensen. En dan kijken of ze er beter van worden. Er moet een beetje een achtergrond in zitten volgens mij. Hè? Dat ze toen de tijd in China hebben gekeken en waarschijnlijk in Thailand en weet ik waar overal. Dat ze zijn gaan kijken naar wat voor stof zit daarin waar mensen beter van worden. Nou, hier laat ik het bij. Ik ben benieuwd hoe snel dit fruit geraden wordt. Dit was wel heel apart, ik had het nog niet eerder gezien. Ik heb het ook nog niet geproefd. Ik ga het wel bestellen bij de toko, kijken of ze het hebben. En dan ben ik benieuwd. Nou, ik wens jullie smakelijk eten voor straks. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Zet ze hieronder. Die lees ik dan even. En als ik kan, beantwoord ik ze. En dan zou ik zeggen, tot morgen. We hebben nog, het is 3, nog 7 dagen, hè? Hierna. Ja, nog 7 dagen. Hebben we toch mooi gered. Nou, tot morgen. Bedankt voor het kijken naar deze video.